De Vlaamse televisiestichting STVS gaat vanavond om 7:15 uit de lucht. Dit geeft Alberto Rezantica, hoofd van de technische dienst, aan. Vanaf dat tijdstip worden er noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd aan het netwerk van de nationale zender. Eén daarvan betreft het vervangen van de generator. We hebben gepland vandaag om 8:30, omdat we een ATS, dat is een automatic transfer switch, dat eigenlijk EBS omschakelt wanneer stroom uitvalt naar een generator. En die switch van ons is doorgebrand. Dus vandaar dat we gaan moeten vervangen. En dat zal ongeveer plus-minus 4 uur duren. En om niet in gedrang te komen met onze tijd in de middaguren of in de ochtenduren, doen we het 's avonds liefst. Momenteel is de nationale zender niet te ontvangen in bepaalde gebieden van Wanica. Volgens Rezantica wordt dat probleem veroorzaakt door stoorzenders van derden die zich niet aan de regels houden. Intussen heeft de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS metingen verricht. Aan de hand van de resultaten moeten desbetreffende autoriteiten verdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de uitzending van de STVS geen last ondervindt. Helemaal kon vinden dat inderdaad een stoorsignaal deed. En dat stoorsignaal nog deed dat als ik moet uit een bom, als ik moet uit een apparatuur. Toch? En de apparatuur kan deed voor bijvoorbeeld een radiostation of een tv-station. Dan moest ik ook of de man zijn installatie in orde. Dus eigenlijk goed, voor de goedkeuring is dat weer vast aan de ego boom. Dus dan moet de storing vrij. Ja. Dat probleem moest los op. Tevol doen aan alle de eisen. Voor de TAS, tijdens mijn keuring naar de zand, dat is dan nog maar een probleem voor mijn kinderen. Toch, maar als bleek dat bijvoorbeeld een voedingsstation niet voldoet aan de eisen, dan misschien door vaak aan iets of een voor de installatie voor de man, dan ga je deze problemen krijgen. Ja. Volgens de technische dienst zal de STVS morgenochtend om 7:00 weer in de lucht zijn.